Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de sterkt en de niet sterkt positie. Waarom is dit belangrijk? Ten eerste omdat je, doordat je deze methode slash techniek toepast, je lichaam gewoon veel langer mee laat gaan. En een juiste houding is, zoals jullie weten, bij krachttraining gigantisch belangrijk. Doordat alles gewoon netjes, heel blijft en soepel blijft werken. En ten tweede kan je, doordat je dit toepast, aanzienlijk meer gewicht gebruiken. Komt-ie! Heb je wel eens gesquat en dat je dacht, ah, dit is eigenlijk niet zo goed voor mijn rug? Of misschien heb je wel eens gedeadlift en dat je denkt, ah, mijn onderrug voelt toch niet zo lekker? En misschien heb je dit gevoel ook wel eens gehad tijdens een overhead press of bijvoorbeeld tijdens het bankdrukken. De kans dat je wel eens een keer kniepijn, rugpijn, heuppijn of iets dergelijks hebt gehad tijdens een van de zwaardere main lifts, die kans is vrij groot. Toen ik 5, 6 jaar geleden begon met krachttraining, toen had ik zo vaak last van mijn rug dat ik er helemaal gestoord van werd. En toen heb ik me eigenlijk heel erg verdiept om te zorgen dat dat probleem zich niet meer voor ging doen. En ook al denk je nou van, oké, mijn positie is al goed, zou ik toch blijven kijken. Want ik zie deze drie punten, deze drie aandachtspunten die ik zo ga vertellen, zie ik gigantisch vaak fout gaan. Punt nummer 1 is controle over je heup krijgen. Leer hem naar voren en naar achteren te kantelen. Nummer 2 is de Valsalva manoeuvre, oftewel spanning in de buik, slash je core bracen, je buikspieren klaarzetten, alsof iemand je in je maag wil slaan en jezelf op die manier klaarzet. Hier heb ik een aparte video voor op mijn kanaal, dus daar ga ik bij deze video niet verder op in. En nummer 3, dat zijn de schouders naar achteren en naar beneden bewegen. De drie punten die ik net opnoem, die zijn zo gigantisch belangrijk. Zo gigantisch belangrijk. Dit is het eerste wat ik aan mijn klanten leer. Per direct. De eerste paar trainingen ga ik hier overheen en gaan we zorgen dat dit in orde komt. Waarom? Ik ken iemand die doet al 17 jaar aan fitness slash bodybuilding. Die heeft dit nooit geleerd. Hij is in zijn eerste jaar heeft hij dit niet geleerd. Het tweede jaar niet en het derde jaar niet, etc. Nu beweert dus de man, die inmiddels 35 is, en ik heb meerdere voorbeelden hiervan. Die beweert, ik kan niet squatten, ik kan niet deadliften, want mijn houding dit, want mijn houding dat. Dat komt omdat hij geen controle heeft over zijn lichaam. Dus hij gaat oefeningen overslaan. Een squatten doen we niet, doen we wel een legpress machine. Deadliften doen we ook niet, doen we wel een andere oefening voor. Het slaat nergens op, iedereen kan dit. Maar het is natuurlijk logisch wanneer je iets niet hebt aangeleerd, iets nog nooit hebt gedaan. En je begint bijvoorbeeld te squatten met een verkeerde houding en je blijft dit herhalen. Natuurlijk, als je dan een paar jaar verder bent, kost dit gigantisch veel moeite om die motorpattern, om dat weer uit je lichaam te halen. Om alles weer te onleren en dan vervolgens de squat en andere oefeningen weer opnieuw aan te leren. Vandaar, begin hiermee een goede, stevige basis. Stel, je gaat bankdrukken, maar je trekt je schouderbladen niet naar elkaar toe en naar beneden. Je houding is dus niet optimaal, niet zoals het zou moeten. Natuurlijk boek je progressie, maar natuurlijk wel met de verkeerde houding. Want je gaat van nog nooit of niet heel zwaar bankdrukken naar in één keer meer gewicht bankdrukken. Natuurlijk zal je vooruit gaan. Je lichaam past zich aan, maar op een dag blijf je steken op zeg bijvoorbeeld 70 kilo. Je denkt, oké, balen, ik heb het deze dag niet gehaald. Ik probeer het volgende week weer. Misschien was dit niet mijn dag. Het lukt weer niet en de training daarna probeer je het nog een keer. Het lukt weer niet, dus je denkt van, oké, ik ga meer eten, ik ga langer slapen, etc. Daarna lukt het weer niet, dus je plant een deload in. Je gaat terug naar 60 kilo en je bouwt het in 1, 2 weken op weer naar 70 kilo. Maar het was weer niet genoeg. Je blijft weer steken op die 70 kilo. Daarna ga je nadenken en het eerste wat je te binnen schiet is, ja, ik moet meer oefeningen doen, want meer is beter. Ik ga incline benchen, decline benchen, flies, noem ze maar op. Maar weer geen effect. Al met al heb je 2 maanden verspeeld. Tijd in de sportschool verspeeld en je houding eigenlijk nog slechter gemaakt door vergelijkbare oefeningen te doen die je waarschijnlijk ook niet goed uitvoert. Misschien heb je zelfs besloten om te stoppen met benchen, want even rust is wel goed. Of je vindt de oefening misschien helemaal niet meer leuk en dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn. Daarbij komt dat je nu al zoveel herhalingen hebt gemaakt dat de houding die volgens jou goed is, jij weer af moet leren en vervolgens een nieuwe houding weer aan moet leren. Ik heb wel eens gelezen dat wanneer je een nieuwe oefening aanleert, je 500 herhalingen moet doen voordat het echt in je systeem zit en het er 5000 kost om het er weer uit te halen en het opnieuw aan te leren. Al met al ben je dus al een poosje tijd aan het verspillen, terwijl de oplossing zo simpel kan zijn. Activeer die lats, activeer die borst, activeer de 2 grootste spierroepen. Ten eerste omdat je zo meer kracht kan leveren en ten tweede groeien deze spierroepen ook nog eens een keer goed en ook nog eens een keer meer wanneer je ze goed gebruikt. Dit is van 1 van de 3 punten zomaar een voorbeeld bij 1 willekeurige oefening. Maar is je buik niet op spanning tijdens de squat, dan bolt je onderrug. Kantel je je heup te ver naar voren, dan holt je onderrug.
Wanneer je schouderbladen niet goed naar elkaar toetrekt, dan blijft de barbel niet goed op de schouderbladen liggen. Plus je bovenrug kan gaan bollen. Deadliften zonder spanning op de core, vergeet het maar. Schouderbladen niet naar elkaar, vergeet het maar. Overhead presses uitvoeren met naar voren gekantelde heupen, gegarandeerd een holle onderrug. Schouderbladen niet bij elkaar, gigantisch veel kracht verliezen zodat je je led slechter aanspreekt. Dus onthoud, stacked, 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 stacked. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is dus gigantisch belangrijk. Oké, hoe en wat? We beginnen met de eerste positie, de schouderbladen. Dit is de enige keer dat ik adviseer om te deadliften met de handpalmen van je af. Doe dit dus nooit, nooit met veel gewicht. Wanneer je dit gaat doen, gebruik je hiervoor houten schijven of techniekschijven. Wanneer ik op deze manier deadlift, draaien mijn schouderbladen zich automatisch naar elkaar toe. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is je borst groot maken en dan je schouders naar beneden te laten zakken. Hiervoor hoef je alleen maar te ontspannen. Methode 2 heeft twee varianten. Als je met een maatje traint, vraag dan of hij zijn hand tussen je schouderbladen legt, zodat jij voelt wat je moet doen. Heb je geen trainingsmaatje, dan kun je een voorwerp, ik gebruik hiervoor een flesje whiteboard cleaner, tussen jezelf en de muur klemmen. Doordat je nu druk voelt van het flesje, geeft je lichaam dit wat feedback, zodat het weet wat het moet doen. Hierna maak je je borst weer groot en vaak gaan daardoor de schouderbladen al naar beneden. Positie 2, om je heup onder controle te krijgen. Je leunt op je handen en knieën, maak je onderrug zo bol mogelijk en daarna maak je hem weer zo hol mogelijk. Dit herhaal je een aantal keer. Methode 2, om de heup onder controle te krijgen. Ga op de grond liggen en schop je hielen naar je toe. Leg je hand op je onderrug en hol hem zo ver mogelijk naar het plafond toe. Wanneer dit is gelukt, bol je hem daarna helemaal naar de grond toe en haal je hand er op het laatste moment uit, zodat je met je onderrug de grond voelt. En het laatste punt, punt nummer 3, is de Valsalva manoeuvre. Spanning op de buik creëren. Hier ga ik op deze video niet dieper op in zoals ik heb gezegd. Die zal hier ergens in beeld verschijnen of in de videobeschrijving of beide. En wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal en ik zie je volgende week.